deze video van Handig Schoonmaken gaan we je laten zien hoe je je motor in de snelweg zet. Het gebruiken van de motorbox is doorgaans het toetje op de reinigingsbeurt. Een stap die je als laatste zet. Het is belangrijk dat wanneer je snelweg gaat gebruiken dat je motor al schoon is. Doe je dit niet en doe je het al voordat je je motor gaat reinigen, dan spoel je natuurlijk wanneer je gaat wassen alle snelweg er weer af en is al je werk voor niets gedaan. Zorg ervoor dat je dit product niet op je banden, je ketting, je zadel of je remmen spuit. En als laatste disclaimer, gebruik het product niet in de volle zon. Dat is namelijk niet goed voor de motor. Nu we alle regeltjes uit de weg hebben, is het tijd voor stap 1. En stap 1 is de bus schudden. Zo, nu we zijn bijgekomen van het schudden van de bus, is het tijd om de wax aan te brengen in een lichte nevel op de motor. Doe dit erg gelijkmatig en breng geen te dikke laag aan. Dan doe je ook iets langer met je bus. Na het aanbrengen van de wax is het tijd voor het verdelen van de wax over de motor met een zachte doek. Gebruik je voor een zachte doek die schoon is. Je wil namelijk geen krassen op je motor krijgen. Na het inwrijven is het tijd om de motor 1 minuut te laten rusten en zo de wax te laten drogen. Na het drogen is het tijd voor stap 4. En stap 4 is het poetsen van de motor. Doe je dit met een droge doek. Tijd voor het eindresultaat. Als je weer goed in de wax staat, zit er een kleine beschermlaag op de motorfiets. Je kunt de wax gebruiken op alle kunststofkappen, chroom en het werkt vuil- en waterafstotend. Wij hebben in dit geval de Handig Schoonmaken Snelwax gebruikt. Natuurlijk te vinden bij ons op de website. Link hier naartoe vind je in de omschrijving. Wil je weten hoe je je motorvelg schoonmaakt? Klik dan hier. Wil je weten hoe je je motorketting schoonmaakt? Klik dan hier. En dan zie ik je in de volgende video. Doei!